Het geneesmiddel van de week is methadon. Methadon is een opioïde analgeticum. Met andere woorden, een pijnstiller die op morfine lijkt. Het is vooral bekend als afkikmiddel voor heroïneverslaafden. In zeldzame gevallen wordt methadon voorgeschreven als pijnstiller wanneer andere middelen niet voldoende pijnstillend zijn. Ter voorkoming van acute onttrekkingsverschijnselen wordt methadon ook voorgeschreven aan neonaten van moeders die veel opioïden gebruikten tijdens de zwangerschap. Methadon is een synthetisch opioïd met kalmerende en verdovende werking. Het bindt aan de opioïdreceptoren en werkt als een opioïd, agonist. De eliminatiehalfwaardetijd van methadon kan na enkele doseringen oplopen van 19 tot wel 55 uur, doordat methadon zich met name in het vet verdeelt. Dit is een aanzienlijk langere tijd dan andere opioïdagonisten zoals morfine. Methadon kan worden ingenomen als tablet of als drank. Ook bestaat er een injectievloeistof. Hoe kan methadon als afkikmiddel worden ingezet? Heroïne bestaat uit een morfinemolecuul met acetylgroepen en werkt dus ook op opioïdreceptoren in het lichaam. Door deze receptoren door methadon te bezetten is de hunkering naar het gebruik van heroïne, de zogenaamde craving, niet meer aanwezig bij de verslaafde. De dosering van methadon wisselt sterk per individu en is onder andere afhankelijk van de opioïdgevoeligheid en metabolisering. De methadon wordt aan heroïneverslaafden verstrekt in zogenaamde methadonverstrekkingsprogramma's. Door het gebruik van methadon hoeven deelnemers van het verstrekkingsprogramma niet steeds op zoek naar heroïne. De lichamelijke afhankelijkheid van methadon is echter net zo sterk als bij heroïne en misschien nog sterker. Bij plotselinge onthouding van methadon treden er, net als bij onthouding aan heroïne, acute onttrekkingsverschijnselen op. Hoewel deelnemers aan het methadonverstrekkingsprogramma hun methadon niet voor een langere periode meekrijgen, kan niet worden voorkomen dat methadon illegaal wordt verhandeld. Gefaseerde afbouw met methadon is wel mogelijk, terwijl dat bij heroïne veel lastiger blijkt. Net als elk geneesmiddel heeft methadon ook bijwerkingen. Deze bijwerkingen kunnen zijn misselijkheid, braken, obstipatie, duizeligheid, droge mond en slaperigheid. Ook kan methadon in hoge doseringen het QT-interval op het ECG verlengen. Dit kan in combinatie met andere QT-verlengende geneesmiddelen leiden tot hartritmestoornissen. Methadon heeft verschillende interacties met andere geneesmiddelen. Het wordt uit het lichaam geëlimineerd via onder andere het P-glycoproteïne en CYP3A4 en in mindere mate ook het CYP2D6 en CYP2B6 eiwit. De meeste interacties hebben echter geen groot belangrijk effect op de therapeutische dosering van methadon. Echter, inductoren van CYP3A4, zoals fenytoïne, rifampicine, barbituraten, carbamazepine, efavirenz, nevaripine en Sint-Janskruid hebben wel een belangrijk effect op de methadonspiegel. Deze inductoren zorgen ervoor dat er meer CYP3A4 in de lever aanwezig is en zullen dus de methadonspiegel verlagen. In deze grafieken worden de methadonspiegels van 6 patiënten getoond. De zwarte lijnen zijn de spiegels uitgezet tegen de tijd bij de 6 patiënten wanneer deze geen rifampicine hebben ingenomen. De gestippelde lijnen laten het verloop van de spiegel zien wanneer de patiënten wel rifampicine hebben ingenomen. Het is duidelijk dat de combinatie rifampicine en methadon leidt tot een verlaagde methadonspiegel. Daarnaast treedt om onbekende redenen bij co-medicatie van een combinatie van proteaseremmers, bijvoorbeeld ritinovir, in combinatie met lopinavir of saquinavir, ook een aanzienlijke daling van de methadonspiegel. Daling van de methadonspiegels door een belangrijke interactie geeft een groot risico tot het optreden van onthoudingsverschijnselen. Overdoseringen van methadon leiden met name tot ademhalingsdepressies en verminderd bewustzijn. Het antidotum voor methadon is naloxon, een opioïdreceptorantagonist. Dit moet voorzichtig worden gedoseerd en acute onttrekking moet worden voorkomen. Voor meer informatie over methadonintoxicaties verwijs ik graag naar www.toxicologie.org. Samenvattend. Methadon is een opioïdagonist met een lange halfwaardetijd. Methadon wordt met name verstrekt aan heroïneverslaafden om craving naar heroïne tegen te gaan. Daarnaast wordt het voorgeschreven aan neonaten ter voorkoming van acute onttrekkingsverschijnselen bij neonaten. In zeldzame gevallen wordt het voorgeschreven als pijnstiller.
Bijwerkingen zijn met name misselijkheid, braken en slaperigheid, maar ook QT-verlenging op het ECG. Methadon heeft interacties met diverse geneesmiddelen. Belangrijke interacties die tot een daling van de methadonspiegels leiden zijn rifampicine en een combinatie van proteaseremmers. Bij een intoxicatie kan het antidotum naloxon worden toegediend.